25 Ventures BV die ontwikkelt applicaties die ronduit op het internet worden gebruikt. En dat kan dan zijn CRM-systeem, back-end systemen en front-end systemen. En de prijzen en de pakketten en wat je er allemaal bij krijgt, heb je goed gedaan. Om mijn werk nu te kunnen doen, heb ik aan talen vooral PHP nodig. Gecombineerd met front-end talen als JavaScript, HTML en CSS. En met die dingen kan ik eigenlijk gewoon de websites maken die we hier op werk maken. En als je algoritmes snapt, dan kan je eigenlijk alle talen leren. Ja, dat is ook heel belangrijk aan het vak, dat je jezelf heel veel kan leren en wegwijs kan maken tussen alle documentatie. Dit is ons werkdag in de oude margarinefabriek. Onze gemiddelde werkdag begint met het bespreken wat we gaan doen in de dag. Daarna veel achter de computer doorbrengen. Een paar kleine aanpassingen. Even die translation key moeten we even vertalen. Hij is heel leergierig. Alles wat je hem vertelt of uitlegt, dat neemt hij ontzettend goed op. Om als applicatieontwikkelaar goed je werk te kunnen doen, moet je lang stil kunnen zitten. Dat is heel belangrijk aan het werk. En ja, je moet heel goed die problemen kunnen doorzien en de oplossing in je hoofd eigenlijk kunnen bedenken en dat implementeren in de code. En heel snel kunnen switchen tussen de verschillende programmeertalen. Met deze opleiding kan je heel veel verschillende dingen gaan doen. Je kan websites gaan ontwikkelen, programma's voor de computer. Je kan ook iets met games gaan doen. Je kan ook adviseur gaan worden of consultant aan bedrijven. Waar zijn jullie mee bezig? Daarnaast doet hij nog de stagiaires begeleiden. Dat houdt in dat hij een beetje de taken verdeelt over de stagiaires die hij weer van mij krijgt. Het is hartstikke leuk omdat je ook afwisseling hebt van je dagelijkse taken. En je kan hen ook zien ontwikkelen. Gaan jullie ermee aan de slag? Ja.